De gateway wordt aan het begin van de installatie niet ingesteld. Na het toevoegen van de producten aan de kamers en het configureren van de afstammeling zijn we klaar om de gateway toe te voegen. Als u meerdere gateways heeft, kunt u ze laten knipperen om te identificeren. Als u één gateway in huis hebt, plaats deze dan op een centrale plaats voor alle producten. Als u meer dan één gateway heeft, verdeel deze dan gelijkmatig over het huis. Ga naar de volgende stap van de installatie en selecteer Ja. Volg het geleide proces in de app om uw gateway te plaatsen. Plaats de gateway op een centrale plaats tussen de producten. Sluit de gateway aan en wacht ongeveer 30 seconden tot hij volledig is opgestart. Tijdens het opstarten zal de ledverlichting van de gateway verschillende kleuren uitstralen. In de app kun je een tabel vinden met uitleg van al deze kleuren. Aangezien ik alleen de stroom heb aangesloten, wacht ik even tot de ledverlichting groen en paars knippert. Ik ben nu klaar om het toe te voegen aan het huis. De app zal nu zoeken naar de gateway. Identificeer en selecteer eerst de in te stellen gateway. Als u meerdere gateways heeft, kunt u ze laten knipperen om zo de juiste te identificeren. De app vraagt nu om het WiFi-netwerk waarmee de gateway verbonden moet worden. Een geweldige nieuwe optie is dat hier geen WiFi-netwerk verplicht is om door te gaan voor installatie. Als u echter wel toegang heeft tot het WiFi-netwerk, volgt u gewoon de aanwijzingen om de naam en het wachtwoord van het WiFi-netwerk te kiezen. Vergeet niet, als de Gateway wordt ingesteld zonder verbinding, dat u dit wel aan de consument laat weten om dit later toch nog te doen. Ik ga nu de Gateway een naam geven. De app zal nu gaan scannen om er zeker van te zijn dat alle kamers binnen bereik zijn en er verbinding is met de Gateway. De Gateway zal nu de installatie en verbinding met elk product afronden. Zodra de LED-verlichting op de Gateway volledig blauw wordt, is de Gateway klaar met installatie.